Deze beschouwing, die gaat over democratie, communisme, fascisme. Dat dat één pot nat is. En dat het een ramp is. En dan zal je zeggen, ja, van communisme en fascisme, dan kan ik me enigszins bij voorstellen wat je bedoelt, Peggy. Maar democratie, dat is toch wat je wil? Hmm, waarom denk je dat ik dat wil? Nou, hoe dan is het volk de baas. Uh, wacht even. Hey, democratie, dat is ontstaan voor het eerst in Griekenland. Dat wordt ook wel gezien als de bakermat van de Europese samenlevingen. Wat een. nou, uit de lucht gegrepen term is, zou ik zeggen. Maar daar, is, daar komt het woord ook vandaan. Demos betekent volk. En gratie. Dat is dan de staat of zo, of de baas of zo. Hè? En een democratie is dan een staatssysteem waarbij het volk de baas is. Dus het volk heeft het voor het zeggen. Ja, ja. Nou, in Griekenland, die samenleving daar, die werd gerund door slaven. Die deden al het werk. Heb je het over een 9 op de 10? Die mensen hadden geen nagel om aan hun reet te krabben. En mochten die stemmen? Nee, hoe kom je erbij? Dus Griekenland was een aristocratie. Dat de aristocraten, of die rijke luizen, waren, die waren de baas. En die hadden dan onderling zoiets van, uh, nou, we luisteren naar elkaar. Dus er was een beperkte, kleine, selecte groep... En die bepaalde wat er gebeurde in Athene en Sparta en al die dingen. Dat was de eerste vorm van Demos, eh, Demos volk, democratie. Griekenland. Nou, dat heb je denk ik niet voor ogen als jij denkt aan democratie, of wel? En dan denk je dat iedereen mag stemmen. Hier in Nederland bijvoorbeeld mag iedereen stemmen. Ja. Maar waarop stem je dan? Ik neem een voorbeeld. De, er is een contract afgesloten tussen de Nederlandse overheid en een Amerikaanse vliegtuigbouwer voor de levering van een vliegtuig. Dat gaat onder de naam F-35. En dat wordt ook wel genoemd de Joint Strike Fighter. Hebben wij daarover mogen stemmen? Ja, kan jij het je herinneren? Nee. Nee, niet. We hebben het in de krant mogen lezen. Dat de, de hoge heren... ...die hebben besloten dat het de F-35 gaat worden. Waarbij ik dan denk van... ...waarom hebben wij een straaljager nodig? In het kader van de landsverdediging. Nou, ja, dat is de eerste vraag die mij te binnen schiet. Ja, dus als je het mij had gevraagd in die dagen, dan had ik gezegd: waar is die voor nodig? Tegen wie of wat? Als wij. Uh, noem een scenario waarin we dan, als we geen F-35 of vergelijkbaar vliegtuig hebben, waarin we de bok zijn en wat is de kans dat dat scenario werkelijkheid wordt? He? Je kan zeggen ja, maar als die uh, Somaliërs, als die dan, uh, ja, je weet hoe die Somaliërs zijn, nou, uh, dan komen die Somaliërs eraan en als we dan geen F35 hebben, oh, dan zijn we redeloos, raadloos, redeloos. Kijk, dat geloof ik niet, snap je? Ik geloof niet dat die Somaliërs uh, van bezig zijn om Nederland aan te vallen en dat we ze alleen kunnen bestrijden met een F-35. Nou, tegen wie dan? De IJslanders? De Zweden? Ja, ik zeg maar wat. Of moet ik gaan denken aan de marsmannetjes? Kijk, en dan ga ik helemaal uh, huilend naar huis. We gaan er geen F-35 uh, financieren, omdat we uh, anders worden we onder de voet gelopen door de marsmannetjes met hun UFO's. Dus wij binnen onze demoscratie, demos, volk, wij lezen in de krant dat men heeft een handtekening gezet samen met een Amerikaanse vliegtuigbouwer onder een contract wat erop neerkomt dat wij ons blauw gaan betalen aan een straaljager waarvan niemand weet waarvoor je die nodig hebt. Zo is het. Dus wat hebben wij dan te vertellen? Snap je? Niks dus. Want het gaat hier om. Hoeveel geld? En dan wordt die vliegtuigbouwer ook alweer. F35. Dat uh, is een multi-mission gevechtsvliegtuig en dat kan verschillende dingen doen. Oh, oh oh, wat leuk. Uh... Wie wordt dat gebouwd? Dat komt uit Amerika, dat weet ik. Ik denk dat hij gebouwd is door dezelfde club die de F16 heeft gebouwd. Dacht je ook niet? En waar hebben wij die F-16 voor nodig gehad? Behalve een hele hoop geluidsoverlast veroorzaken bij de vliegbasis Volcol. Zodat iedereen weer eens kan lopen klagen op het internationaal? journaal ja, Noem mij één positief. Ja, precies. De F-35 vervangt het F-16-jachtvliegtuig. Wie maakt dat ding nou ook alweer? Even kijken. Oh, Lockheed Martin is dat. Ja. Leuke naam, hè, Lockheed. Doet je dat een belletje rinkelen? Heb jij ooit gehoord van een Lockheed affaire? Ja, ik wel. Ja, dat is wel leuk voor jullie om te weten. Dat is een democratie. Dat je weet dat je in Nederland geen reet te vertellen En dat heet dan een democratie. En ik zeg, een samenleving. waarin je als volk geen reet te vertellen hebt. Dat is dan bijvoorbeeld een democratie. of een communistische samenleving. of een fascistische samenleving. En dan kan je nog zeggen: ja, maar in Mussolini's dagen. hadden het volk ook geen reet te vertellen. En daar heette het corporatisme. Dus die moet je niet vergeten, Perry. Ja, dan doe ik Mussolini even voor het gemak schuiven onder het hoofdstukje fascisme. Als je het niet erg vindt. Dan hou het op drie dingen: He? fascisme, communisme, democratie. Eén pot nat, één pot ellende. En het volk heeft geen reet te vertellen: nul, zilts, nada, niente. Por bor. Dat is het. Dat is puur alles. Dat is verder niet een ramp of zo. Maar nee, ja, maf. We zitten allemaal in hetzelfde schuintje. Door in Amerika heeft de Amerikaan ook geen reet te vertellen. Amerika heeft dan. Die wordt dan. die wordt genoemd de politieagent van de wereld. Zijn ze ook. Die zijn in de jaren zeventig al massen... Op de boten op het vliegtuig. We gaan naar Vietnam en we gaan daar uh, oerwoudbewoners uh, pesten. En heel vreemd, er zijn meer Amerikanen naartoe gegaan dan dat er levens zijn teruggekomen? Ja vind je het gek. Hadden de Amerikanen daar wat over te vertellen? Nee, helemaal niet. Die hebben geprotesteerd, van niet op Tokio, maar... Geen <laughs> weer, min. De Amerikanen hebben niks te vertellen over wat er gebeurt in Amerika. Want zij wonen in een democratie. En wij wonen in een democratie. En wij hebben ook niks te vertellen. En even terug naar de Lockheed. Lockheed Martin. In de jaren zeventig hadden wij de Lockheed-affaire. En het ging als volgt. Prins Bernhard, de man van koningin Juliana, die heeft de Bilderberggroep opgericht. Want uh, die lui hadden ongelooflijk behoefte aan uh, is gezellig eens per jaar bij elkaar komen. Niet te vaak, maar dan komen we gezellig bij elkaar en dan gaan we onder andere thee drinken en een beetje praten. Want ja, we hebben elkaar al een heel jaar niet gezien, dus uh, nou, kom jij ook. Eh? Dus een soort van, ja, ik ken het zelf niet, ik heb dat sowieso zelf nooit gedaan. Ik heb wel een tijdje gehad met een paar vrienden uit Wageningen, maar dat is verwaterd. En dat ik zei, nou, het ene jaar kom ik naar Wageningen en het andere jaar komen jullie naar Arnhem en dan gaan we even bijpraten. Want de laatste keren waren zij in Arnhem en toen ben ik nooit meer een keer naar Wageningen geweest. En ja, hun beginnen er ook niet meer over. Maar dat was ook zoiets. Je kent elkaar en dan kom je eens per jaar bij elkaar zo. Prins Bernhard had zo'n gezelschapsclubje opgericht. En hij was dan de voorzitter. Nou, toen kwam de Lockheed-affaire. En toen moest hij straf krijgen. En toen mocht hij voor straf niet meer in zijn militaire uniform aanwezig zijn bij officiële toestanden met het publiek erbij. En hij mocht niet langer voorzitter zijn van de Beeldenberggroep. En dan moest zijn dochter dat maar overnemen. Dus nou, prins Bernhard ging erom gebukt, jongen. Oh, wat een straf was dat. En wat had prins Bernhard nou gedaan? Hij had helemaal niks gedaan. Ja, hij had geteld tegen de Nederlandse regering van die dagen... van nou, die uh, Lockheed Martin... Uh, ja, dus echt wel uh, hele goede vliegtuigen hoor. Hele goede vliegtuigen. Dat is het enige wat hij gedaan heeft. En Lockheed Martin, die was Prins Bernhard dankbaar. Van nou, fijn dat je duidelijk hebt gemaakt in Den Haag. dat wij toch echt de allerbeste vliegtuigen bouwen. En uh, wat was je bankrekening ook alweer? En Lockheed Martin bedoelde er verder helemaal niks mee. En Prins Bernhard heeft 10 miljoen euro gekregen. Tenminste, dat hebben ze ontdekt. Hoeveel Prins Bernhard heeft gekregen, dat weten we niet. Het was 10, 10 miljoen euro. Nee, gulden, sorry. 10 miljoen gulden, dat weten we. Dus je kan zeggen minimaal. Maar wat heeft hij nog meer gekregen? Weet jij veel? Misschien wel uh, een reisje of zo. Dat weet je toch niet? Prins Bernhard. Ja, ja. De vader van onze koning. 10 miljoen of 16 miljoen. De Lockheed affaire En dan van diezelfde onderneming hebben wij nu dan de F35. Vind jij dan dat wij iets te zeggen hebben in Nederland? Wat vind je nou zelf? Ik vind dat we helemaal geen zak te vertellen hebben. Dat vind ik. Kijk, een F-16. De laatste keer dat ik hoorde dat een F-16 ingezet was... dat was omdat er heisa was met Rusland, zeiden ze. Er. Weet jij er ergens van of zo? Maar... En toen hebben ze een F-16 naar een van de Baltische uh, staten gestuurd. Pokken en vliegen natuurlijk. Dat is uh, Estland, Letland of Litouwen. Ik weet het niet meer. Eén van die drie. Kost het patiënten, jongen? Want uh, ja, die piloot uh, ja, die moet toch betaald worden. Maar zo'n zo klusje, daar moet benzine in. En, en ja, de reis moet gepland worden. En die piloot moet natuurlijk begeleid worden. En... En dan is die piloot daar wat moet hij dan doen? Kijken of Poetin eraan komt? Nee, wat is er voor stom gedoe? Dus een F-16. Ja, de laatste keer dat hij dan nuttig werk heeft gedaan, dat was in, uh, in Letland. Hè? Ja. En de laatste keer dat wij F-16's nodig hadden, echt zelf, hè? dat was toen in Srebrenica. Ik bedoel, Srebrenica is met een F16. Uh, even kijken hoor, want uh, dat is wel leuk voor jullie om dat dan even te weten. De democratie, we hebben het er ergens over. Hè? Maar Dan doen we even Maps.google. Dan zoeken we dit op. Srebrenica, waar ligt dat? Srebrenica, Srebrenica. Ja, en Bosnië-Herzegovina, ja precies, daar ligt het. Nou, dan doen we eventjes uh, directions. En dan doen we Arnhem, voor het gemak maar even. Arnhem naar Srebrenica met de, oh, met de fiets. Nee, dat doen we niet. Uh, met de auto. Even kijken, oh, hoe lang duurt dat? Ja, dat is 17 uur met de auto. En dat is hoeveel kilometer? Uh, met de auto is dat 2000 kilometer, ongeveer. Iets minder hoor, 1700 kilometer. En hoe ver is het dan met het vliegtuig? Nou, dat is bijna een rechte lijn, die auto. Dus we zeggen 1500 kilometer met het vliegtuig. Nou, uh, hoe snel vliegt een F-16? F-16, max snelheid. Uh, ja, max speed, komt hier gelijk al. Een F16 maximale snelheid is uh, 2500 km per uur. Top dan, hè? Dus laten we zeggen 2000 km per uur. Kortom, in een uur tijd hadden we vanaf de vliegbasis hier, die hebben we ook in Arnhem zitten, Delen heet die. Uh, van Delen naar Srebrenica is dus een uur vliegen. Dus toen uh, Karmans moord en brand aan het blaren was: van we worden aangevallen, we worden aangevallen, we worden aangevallen. Ja. Wat trouwens de, de F-16 is van de General Dynamics. Is dat dan ook van uh, Lockheed Martin? Ja. Anyway, daar hebben we die F-16's voor kunnen gebruiken. Nee, die bleven lekker staan in Hoesterberg. Wat hebben we nog gehad aan die dingen? Ja, dat als jij iets te vertellen wil hebben over Nederland, dat zou hartstikke een goed idee vinden, dan zou ik zeggen: ja, verkoop al die dingen. Het schijnt dat de staat Israël die, is die F16 aan het sparen. Die hebben er wel 500 of zo. En dan mogen ze die van ons het er ook bij hebben. Wat moeten wij met een F16? En wat moeten wij met een F35? Oh, laten we eerlijk zijn. Helemaal niks. Het enige wat je zeker weet is dat het ongelooflijk veel geld kost. En Prins Bernhard heeft destijds van uh, Lockheed Martin miljoenen gekregen, minimaal. Er zijn miljoenen gekregen waar we achter gekomen zijn. En heeft hij misschien nog dingen gekregen waar we niet achter gekomen zijn? Ja, die vraag is moeilijk te beantwoorden, want we zijn er niet achter gekomen. Maar we weten wel zeker dat een bedrijf als Lockheed Martin bereid is om als het gaat om heel veel geld, omdat ze zeggen, nou dan, dan uh, doen we een beetje. Hè? Dan staan we een stukje van de mogelijke winst af aan het uh, masseren van uh, de besluitvorming. En we zien dat maar als verkoopkosten. Want dat krijgen we wel terug in de onderhoudscontracten of wat dan nou ook. Er zijn ook jongens met een rekenmachine hoor, bij Lockheed Martin. En wil je dan een vliegtuig afnemen van die lui? Nee, natuurlijk niet. Dus we hebben dan, het heet dan in naam een democratie. Maar wij hebben net zoveel te vertellen als die slaven in Athene. Die hadden ook een democratie. Maar alleen die mensen daarboven, die aristocratie, die mochten stemmen. En wij mogen dan stemmen op, op een kleur. We stemmen blauw, of we bestellen rood, of we stemmen groen. Of we stemmen... wat zeggen we nou weer? Hè? Groen en rood. Dus dan groen links. Dan heb je twee kleuren. En is het. En die partijen, het maakt niet uit of je nou, uh, de PvdA was altijd de grootste partij geweest. Of laat ik zo zeggen, uh, toen de PvdA dan uh, lalalala. We oh, hebben het gehoord zeggen. Toen zei de PvdA, nou, kom maar op met die F35. En dan stem je de PvdA: stem je weg. Dan komt de VVD en dan zet de VVD: kom maar op met die R35. En als we zo dadelijk GroenLinks krijgen, dan gaat GroenLinks zeggen, ja, waar blijven die F35. En dan zegt Lockheed Martin van, ja, we hebben de nou twee, we hebben eraf. En uh, trouwens, als jullie nou nog een beetje extra betalen, dan, uh, dan, dan komen wij wel, uh, Want waar is die F-35 dan? Dat geouwe hoer over die F-35, dat hoor ik al twintig, meer dan twintig jaar. Waar is dat vliegtuig? Had ik er bijna klote vliegtuig gezegd, hè? Waar is dat ding? Wij hebben niks te vertellen. Wij hadden net zo goed... Wij... Nou, wij, net zo goed... De, wij... Wij hebben net zoveel te vertellen... Als de eerste beste Rus... In communistisch Rusland. Destijds. Wij hebben net zoveel te vertellen... Als de eerste beste Italiaan onder Mussolini. Wij hebben net zoveel te vertellen... Als de eerste beste Duitser onder Adolf Hitler. Helemaal niks namelijk. En hou er maar mee op hoor. Door mijn dochter. Die vroeg ik dus van, uh, met die Europese verkiezingen. Dat was afgelopen. wanneer was het? Mei of zo hè? Uh, ben je bezig te stemmen? Ja, ik ben bezig te stemmen. <laughs> Wat heeft dat voor zin? Mijn dochter, die voelt zich dan heel belangrijk... en ja, en de, ja ze vindt dat ze goed gestemd heeft. Maar waarom krijgt ze daar een fijn gevoel van? En ze, ze mompelde nog zoiets van... Je, want zij had een contactlenzen. Uh, ja, en uh, Europese samenwerking, daar ben ik voor. Want uh, 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 contactlenzen uit Engeland, uh, daar komen mijn lenzen vandaan. En uh, ja, als er niet goed wordt samengewerkt met Engeland, dan duurt de levering van mijn contactlenzen aanmerkelijk langer. En dat werd ik, en dat wil ik niet. Werd ze nog bij kans emotioneel ook. Want als ik ook maar niet goed samenwerk, dan krijg ik mijn lenzen niet op tijd. En wil je dat dan? Zo tegen mij, hè? Ik ga door weer. Ik stel, ik weet dat als Engeland uit de EU stapt en het ook echt doet. Hè, en wij ook echt. dus dat de EU hier in Nederland en in Engeland geen zak meer heeft te vertellen. en dat wij zelf wel mogen betalen, bepalen hoe lang het duurt voordat een contactlens ingeklaard is door de Nederlandse douane. omdat mijn dochter nieuwe lenzen nodig heeft. zeg ik jou dat uh, contactlensen. dat wordt niet langer ingeklaard, die worden in één keer doorgevlogen. Nou, trouwens, ja, dat komt natuurlijk met de luchtpost. Dat wordt in één keer geleverd. Dat is toch een onzin. Een beetje invoerrechten gaan heffen over contactlenzen, gaat dat weg. En trouwens, dus Engeland, helemaal alles wat ze in Engeland produceren en hier wordt geïmporteerd, dat heet gewoon kopen. Als ik door iets koop in Westervoort en ik ga naar Arnhem toe, dan staat dat er ook niet een of andere ambtenaar Dan Mag ik even invoerrechten voor het door u in Westervoort gekochte product? Maar ja, mijn dochter die weet niet beter. Die denkt dat ze in een, in een land leeft, in een regio leeft waarin het volk de baas is, want wij mogen allemaal stemmen. En op school krijgt ze ook niet anders verteld: en dat het zo geweldig is, en we leven in een democratie, en iedereen mag meestemmen. Op wat? Op nog meer regels? Dat was het laatste, dus een tijdje terug natuurlijk. Uh, toen had uh, de regering besloten dat uh, mensen van hetzelfde geslacht. Uh, als ze dan maar getrouwd waren, uh, dan mochten ze kinderen adopteren. Dat was even besloten in Den Haag. Ik wil niet dat er over dat soort dingen wordt gediscussieerd in Den Haag. Ik wil niet dat de overheid zich bemoeit met zoiets als huwelijk. Ik vind dat de overheid daar geen biets mee te maken heeft. Als ik wil gaan, langdurig wil gaan samenwonen bij Wim Kruidentuin, dan, dan mag de gemeente dat best weten. En dan ga ik naar de gemeente en dan zeg ik, nou, ik ga verhuizen. Oh, ga je naartoe dan? Ja, dan ga ik daar naartoe. Ik zal het adres even niet noemen, maar dat weet ik natuurlijk uit mijn hoofd. Dan ga ik daar naartoe. zeg: Ja, maar er woont al iemand. Ik zeg: Ja, dan ga ik mee samen wonen. Oh, is dat voor even? Ik zeg: Nee, dat, is, uh, dat hebben we afgesproken. Oh. En dat is alles. Ik ga met hem in één woning wonen. En dat mag de gemeente Arnhem weten. Dat mag de politie ook weten. En dan belt de politie aan en zegt hij, oh, uh, bent u uh, Wim Kruidentuin? Ik zeg, nee, ik ben uh, Perry Flaptrol. Oh, ik dacht dat Wim Kruidentuin hier woonde. Ik zeg, ja, dat klopt, maar die, uh, die is nou even weg. En ik woon hier ook. Ja, er is toch niks aan de hand? En moeten Wim en ik dan trouwen? Nee, waarom? En stel, ik heb dat met een vrouw. Dat uh, is toch alles? En de gemeente mag weten dat ik een woning deel met een vrouw. Waarom niet? Je moet toch allebei een, een verblijfplaats hebben, maar een huwelijk. Hoezo moeten de, de overheid daar contracten voor opstellen en toestanden? Ik dacht het even niet, wat heb ik eraan? Dat heeft er geen meerwaarde voor mij. En Zo kan ik nog wel meer dingen opnoemen die dus onder een democratie of een communistische... Een democratische of communistische of fascistische maatschappij. die allemaal zo geweldig geregeld zijn. door meneertje, mevrouwtje, overheidje. Zoals bijvoorbeeld huwelijk. Dan je: rot op. Daar je gewoon geen zak mee te maken. Kijk, ik vind dat de overheid mag weten waar je woont, ik vind ook dat de overheid dat moet weten. Ik vind dat de overheid mag weten en moet weten als er een nieuw mens wordt geboren. Ik vind dat de overheid mag weten en moet weten als iemand komt te overlijden dat dat het geval is. Dat soort dingen, geen enkel probleem. Dat, en dat is toch al zo. Daar doen we verder niks meer aan, dat houden we zo. Ik vind ook dat de overheid uh, mag beslissen over dingen als uh, waar er gebouwd mag worden en waar niet. En daar begint, wat mij betreft, uh, iets met democratie: dat mensen uit de buurt en zo mee mogen stemmen over wat ze nou eigenlijk willen. Als mensen uit de buurt vinden van nou ah, we willen hier geen flatgebouw, dan moet dat er ook niet kunnen komen. Als ze er recht op tegen zijn, dan heb je dingen voor onze gemeenteraad en zo. Daar heb ik verder geen moeite mee. Maar dat Den Haag gaat zeggen. Er is toegestaan dat twee mannen die getrouwd zijn, dat ze kinderen mogen adopteren uit Afrika of zo. Zoals Paul de Leeuw en zijn reedridge vriend. Ik vind dat de overheid zich dan bezighoudt met dingen waar ze zich helemaal niet bezig mee moeten houden. Dat is hun taak niet. Dat vind ik. En een overheid die zich wel bemoeit met de burger op die manier, dat is dus een democratie, dat zie je binnen democratieën. Dat, is dat schering en inslag? En binnen communistische systemen. En binnen het fascisme, dat hebben we momenteel niet meer zo, was het ook zo. Ze bemoeien zich overal mee. In de tijd van Adolf Hitler had je staatspropaganda. En er werd dus in verkondigd iets over rust, regelmaat en reinheid. Ze gingen erop toezien dat de, de, hoe de gezinssituatie was, daar moest heersen rust. Regelmaat en reinheid. Nou moet dat ook. In een gezin: daar ben ik helemaal eens met die overheid dat dat moet. Maar het is niet de taak van de overheid om daarbij stil te staan. De overheid moet zich houden bij de dingen die de overheid moet doen. Zoals die dingen die ik net noemde. Ook een goede taak voor de overheid is. Uh, het verstrekken van uh, diploma's. Een uh, Tamelijk neutrale taak. Uh. Bijvoorbeeld, uh, rijvaardigheidsdiploma's. Typische overheidstaak. En nog wel meer. Uh. Je hebt in Nederland zo'n instituut. Het heet het Centraal Instituut voor de Toetsontwikkeling, CITO. Een typische overheidstaak. Wel vind ik in het geval van het CITO het een beetje vreemd dat dat een puur Nederlands instituut is. Liever heb ik een CITO die internationaal werkt, zodat iedereen dezelfde CITO doet. He? Dingen als wiskunde, natuurkunde en al dingen, dat soort uh, dingen. Dat kan je toch breder trekken, hè? Biologie en zo. Eén titoets voor iedereen lijkt mij. Kijk, dat vind ik een taak voor een overheid. Maar wat ik geen taak vind voor een overheid, is onderwijs. Het is dus ook vastgesteld dat ze dat helemaal niet kunnen. Dat doen ze zelfs hartstikke slecht. Nou, ja, dan moet je dat ook helemaal niet laten doen. Door een instantie die bewezen heeft dat ze dat helemaal niet kunnen. En wat mij betreft, moet dat ook helemaal niet. Dat is geen overheidstaak. Het is in Nederland verboden dat ouders hun kinderen leren lezen en schrijven en rekenen. Dat is verboden. Dat moet gebeuren op een door de overheid aangestelde instantietoestand met ambtenaren. Maar iedereen kan zijn kind leren lezen, schrijven en rekenen. Punt. En dan kijk je naar de kwaliteit van het onderwijs. Nou, dat is echt om te janken. Heel veel ouders die controleren dat niet. En uh, er wordt gezegd van ja, als je het overlaat aan de ouders. Dan, uh, dan krijgen die kinderen geen onderwijs. Ja, het punt is. Ze krijgen nu ook geen onderwijs. Ze leren niet veel hoor op school. Het enige wat je kan zeggen, de kinderen zijn zoveel uur per dag onder dak. Ja, wat is dan het verschil tussen het onderwijs en de kinderdagopvang? Zodat papa en mama fijn kunnen werken, allebei. En dat is dan nodig, want papa in zijn eentje kan niet zorgen voor een gezin. Van het, van het salaris kan niet een gezin uh, rondkomen. Nou, ik zou zeggen: schaf het onderwijsverplichtingstoestand af. Uh, vercommercialiseer dat. Uh, dan gaat er weer een stuk van de belasting af. Klaar. De, BTW, de hoge btw-percentage terug naar de 12% die het ooit was. Dan worden de goederen qua btw-dingen uh, bijdragen. Wat scheelt er wel niet, man? Want alles in de supermarkt wordt in één klap 10% goedkoper. Nee, maar dan gaan we lachen. Dat geeft een schokgolf, uh, net als dat een btw-verhoging... ...dat lijkt in eerste instantie alleen maar gevolgen te hebben voor de supermarkt. Ja, maar nadat de supermarktprijzen omhoog zijn gegaan... ...beginnen dan lonen ook weer te stijgen... ...omdat iedereen wil de supermarktprijzen kunnen betalen. Dus een... En dan gaan ook de lonen omhoog van de mensen die werken bij, WoW, bij uh, volkshuisvesting. En nou, uh, kortom, door de stijging van de prijzen in de supermarkt... Uh, ...gaan vervolgens de huren weer omhoog. Nou, als we teruggaan naar uh, een btw-percentage op het hoge tarief van 12%... en een btw-percentage op het lage tarief... netjes weer naar de 2% waar het ooit mee begonnen was. Dan komt er een hele hoop geld vrij en dan dalen de prijzen weer. We schaffen de accijns af op benzine. Heb ik ook nooit begrepen waarom er op benzine er ac er accijns op moeten zitten. Er is niemand die voor de lol in zijn auto rijdt. He, bij tabak kan je dat... Nou, dat vind ik eigenlijk ook... Bij tabak moet je het ook niet doen. En bij drank ook helemaal niet. Dus zou je... Waarom ga je daar accijns opheffen? Gaat het weg? Ja, als, we, als we zouden leven in een samenleving waarin het volk de baas is, dan zou ik willen weten waar geeft de overheid het geld aan uit? Het enige wat ik weet is dat van het bruto nationale product wat de arbeiders uh, jaarlijks ophoesten, gaat uh, meer dan de helft: 60%, 70%. Dat gaat naar Den Haag. En wat doet Den Haag daarmee? Nou, je kan toch zien, want ieder jaar zeggen ze netjes: het ministerie van dat heeft zoveel gekregen. en het ministerie van zus heeft zoveel gekregen. en dan weten we toch precies? Nee, daar weten we helemaal niks van. Waar is dat geld aan uitgegeven? Hey, we hebben al jarenlang sinds de Tweede Wereldoorlog geen oorlog meer. Waar heeft Defensie dat geld aan uitgegeven? Waar wordt die. Uh, waar, waar, waarom? Waaraan? Een beetje uh, proefvluchtjes maken met f 16s Nou, uh, stoppen ermee. Klaar. En onzin dingen laten we de overheid niet meer doen. Afgelopen mei. Kijk, iets als rechtspraak, dat vind ik. Ja. Dat is een taak van de overheid. Uh, criminelen opsporen, dat is best een hele hoop werk. Dat lijkt mij een taak van de overheid. voor de rest, ik sta niet met hem. En in een democratie, of in een fascistisch systeem, of in een communistisch systeem, uh, daar gaat de overheid zich overal mee bemoeien. De, dat las ik in de krant. Ik koop geen krant, maar ik was even bij uh, zo'n zo winkel waar ze kranten verkopen. En dan uh, kan ik het niet helpen om dat eventjes te kijken op voorpagina's. En wat stond er nou? Zo, ergens in een provincie in Nederland. Daar waren ze van plan om ergens een aantal windmolens neer te gaan zetten. En de EU heeft toen gezegd: nee, dat mag niet. En die mensen zeggen: waarom niet? Nou, windmolens, dat, dat mag niet. Iemand uit de EU. Die bepaalt even dat ze. was dat, in de buurt van Zwolle of zo. Er mogen geen windmolens geplaatst worden. Dat heet een democratie. Het is, dus, het is dus niet dat het volk iets te zeggen heeft. Want die mensen daar in de omgeving van Zwolle. Ja, dat weet ze wel. Ja, windmolens. Nou, dat ja, moet kunnen. He? Iedereen vond het goed. Nee, de EU vond het niet goed. Het is toch niet normaal? Dan kan je toch niet zeggen dat het volk de baas is. Als wanneer je, wanneer je een windmolen wil plaatsen, dat het niet eens mag. Het stond in de krant hoor, ik zuigde het niet uit mijn duim. En de EU had erbij gezegd: van, ja, bij de productie van windmolens. er komt stikstofmonoxide en stikstofdioxide vrij. En nou, nee, dat, dat gaan we beteugelen. Dat krijgen we nou weer. En dan wordt die plaat weer opgezet. En om het even te vertellen: stikstofmonoxide, stikstofdioxide, dat zijn gassen. Als die in contact komen met water, met H2O, dan ontstaan er zuren. Dus een salpeter, dingen en gewoon salpetersuur. Nou, en als die zuren dan weer in contact komen met nog meer water, dan heb je H plus en een nitraat of een nitriet. Dat zit. En nitraat en nitriet die gaan door voor meststoffen voor planten. Dat is alles. Het is geoxideerd stikstof. Wat is er aan de hand? Dat is de EU. Die, die is er overal. mee loopt in mijn moeien. Dus wij leven niet in een democratie, wij, wij leven in een, ja, een fascistisch-communistisch systeem. En dat kan je onaangenaam vinden als idee, het verklaart waarom jij je kind verplicht naar school moet sturen. Terwijl je dat makkelijk zelf kan. Als die lonen niet zo belachelijk laag waren vergeleken met de prijzen die alsmaar stijgen. Waardoor jouw partner moet werken. Ja, en dan moet dat kind. Waar moet je dat kind anders dumpen? Terwijl als wij. de tijd zouden hebben. dan zouden wij ons kind kunnen leren lezen en schrijven, en leren rekenen ook. En op internet doe je een paar van die kursjes eens neerzetten. En het devies is uh, geen tachtig uur aan één stuk door je kind leesles geven. Maar doe dat in uh, ja, burps per dag. En uh, geef je kind uh, boekjes met grote letters, uh, met makkelijk woordgebruik. En laat het kind zelfstandig lezen. Dat is de, de allerbeste truc. Hoef je er verder niet bij te zijn. Het ja, kind moet lezen, 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 lezen en dan leert het lezen. Je kind Engels leren? Uh, ik heb mijn kind Engels geleerd door met haar uh, twee, drie keer per week te kijken naar oude uitzendingen van Star Trek die destijds op tv waren en dan Engels ondertiteld. Het kind kan Engels, jongen? Ja, die kan het verstaan en die kan het lezen. Dus. Uh, moet het dan een Engelse les? Nee, waarom? Mijn kind hoeft dat niet, hoor. Maar het moest wel. Geschiedenis, dat wordt op school niet gedoseerd. Er wordt een of ander fantasieverhaal opgehangen over de heldendaden van de familie van Oranje. Als we de familie van Oranje niet hadden gehad. Nou. Nou zeg. Dat is alles. Oh ja, en Karel Marx. Oh, die niet was geweest. Oh! Karel Marx verheerlijking. Dat gebeurt hier op middelbaar onderwijs. En is dat dan geen communistische samenleving? Ja, terwijl Karel Marx vereerd wordt. Waar Adam Smith met zijn boek The Wealth of Nations. dat wordt in het geschiedenisboek wat mijn dochter toen had. afgedaan met uh, twee, drie zinnen. En Karl Marx krijgt een hele pagina. en dan ook nog een foto erbij. van een beeldenis van hem, een of andere statue of zo. Uh, dat staat ergens in Londen. Waar Marx wordt afgebeeld als een hele grote, diepe denker. Oh, wat zijn we blij met Karl Marx? hè? Nou, het is het einde. De democratie, nooit meegemaakt. In Nederland niet. We hebben nooit iets te vertellen gehad. Er is één ding geweest dat wij in Nederland. Er was een actie opgestart door een individu. Het was een man op leeftijd. En die zei: uh, fluoridering van drinkwater, daar kappen we mee. Er was ook een chemicus of een biochemicus, er was een professor of een dokter, Dat was een ja, hoge pief. Die had verstand van zaken en die heeft een rel getrapt. En dat is doorgeslagen. En toen is de fluoridering van het drinkwater hier in Nederland een hal toegeroepen. Dat was het laatste succesnummer. Toen de pleuris uitbrak in Indonesië... Na de Tweede Wereldoorlog. Toen vonden ze het nodig om Nederlandse soldaten naar Indonesië te sturen. Wij hadden daar niets te zoeken, wij Nederlanders. Ja. Indonesië was een kolonie van ons werd gezegd, en die kolonie daar was het kennelijk aan het rommelen. Dus die kolonie wilde niet langer een kolonie zijn van Nederland, maar wilde zelf de dingetjes gaan doen. Nou, ik kan me niet voorstellen dat er een Nederlander is geweest in die dagen die had gezegd: Oh, wat stout van die Indos. Niemand. Nee, maar we moesten er wel naartoe. En het was dan uh, alleen maar om daar uh, uh, een politietaken te doen, want, oh, 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 nee, allemaal heel veel dieven en verkrachters en noem het maar op. Dus dat heette de politionele acties. Eén grote scam. Er waren nogal wat Nederlandse jongens. En dat praat je over duizenden. En die wilden niet. Die zijn opgepakt. Dit was drie jaar na de Tweede Wereldoorlog. Dus eerst hadden we hier in Nederland... Uh, ...de hele overheersing van die Duitsers. Al... Alles zo goed als alle mensen van Joodse afkomst getransporteerd naar kampen. Die kwamen nooit meer terug. Enkelen kwamen terug. En dat is een enorm trauma. En waren we net drie jaar een beetje aan het bijkomen. En dan mogen we zelf aan de slag om die Indo's te gaan pesten. En die jongens die niet wilden, die zijn opgepakt. En in de gevangenissen gestopt, in kampementen gestopt. In kampementen waarin oorlogscollaborateurs, dus mensen die hadden meegewerkt met de Duitse overheerser, die zijn dus na de oorlog opgepakt, die zijn opgesloten, in kampen gestopt. En die kregen gezelschap van Nederlandse jongens die niet naar Indonesië wilden. Ja, wie heeft er dan wat te vertellen in Nederland? Nou, ik dacht de Nederlander niet. Wat zijn we er van wijzer van geworden, van die hele politieke acties? En mijn schoonvader, van mijn tweede. Wat is het nou? mijn derde? Ja, mijn derde serieuze vriendin. Daar heb ik tien jaar mee uh, doorgebracht in het leven. Haar vader, die vertelde tijdens een kerstdiner... want hij is dus mee geweest. Hij wist waarschijnlijk ook: van ja, als je nee zegt. Dan zit je tussen de collaborateurs in. Dus dat laat ik maar meedoen. Nou, hij is in Indonesië geweest. Hij heeft daar uh, collectieve straffen uitgevoerd. Dus er was er een of ander, iemand van een of ander dorp was een beetje stout geweest. Hoe pakken we er dan? Ja, we moorden het hele dorp uit. Iets wat helemaal niet mag, een oorlogsmisdaad. Hij is getuige geweest van oorlogsmisdaden. En hij zei ook nog: van ja, het is wel grappig hè, als je iemand voor zijn kop schiet. Uh, en het dondert dan in het zelfgegraven graf. dan ligt hij niet gelijk stil, maar dan gaat hij eerst nog een tijdje zo heen en weer. tijdens het kerstdiner. En Hij ging dus nadoen hoe uh, zo'n Indonesische jongeling. die voor zijn kop geschoten is. met een nekschot. hoe die nou nog eventjes uh, flappert met zijn armen en benen. Uh, alsof hij weer gaat wandelen. Maar niet juist. Leuk, hè, bij zo'n kerstiné. Nou, er viel dus een stilte. En toen zei mijn schoonmoeder uit die dagen. Uh, wie wilde nog een beetje aardappelpuree? Snap je? Wat hebben wij nou te vertellen in Nederland? Door dat gedoe in Schipper Nietzsche. Men wist hier in Nederland dat het uit de hand zou lopen. Want vanuit die enclave, die wij dan, uh, dat we die mensen beschermden tegen die boze Serviërs, vanuit die enclave werden nachtelijke uitvallen gedaan en vielen die Mohamedaanse mannen die wij dan aan het beschermen waren, tussen aanhalingstekens, die vielen dus Servische dorpen aan. En daar werden die Serviërs stikzagreinig van. Snap je? En daarom werd Maladies boos. En dit, de, ja, die, die karremans die daar zat, dat is onhoudbaar natuurlijk. Want je bent bescherming aan het bieden aan een groep waaronder de mannen de Serviërs aanvallen. En dat hoeven die Serviërs niet te pikken. Want het was oorlog. Dus die Serviërs die zijn Srebrenica binnengevallen om ja, de boel even te vereffenen. Want dit gaan we niet langer doen. Wat hebben wij erover te vertellen gehad? En die bevelhebber, dus Carmans, die werd aangewezen als de zondebok, en die heeft, die is huis en haard kwijtgeraakt. letterlijk. Die kon gaan wonen in een camper, omdat hij door zijn eigen superieure erin was geluist, samen met de rest van zijn Dutch bed. En mijn schoonvader, die dus uh, tijdens een kerstdiner nadee hoe uh, een Indonesische man die net voor zijn kop geschoten is, hoe zo'n zo lijk uh, nog even de laatste stuiptrekkingen doet, die heeft enorm veel gesopen. En in Café de Wacht, ik zag hem trouwens laatst, ik kwam niet voorbij lopen, ik zei, hey... En toen kwam een jongen van mij, die Marco of zo, die had bij Karremans gezeten. Die heeft het helemaal meegemaakt. Van begin tot het einde. En hij ook, jongen, suipen. Hij zat een keer te staren, hij zat aan die grote ronde tafel, met zo'n beugelfles grools bier voor zich. En hij zei, zo wel gek, dit is allemaal zoveelste fles, ik blijf maar drinken. En ik voel helemaal niet of ik, dat ik dronken word. Zit er wel bier in of is het alleen maar water? Nou, Hij is zo op zich echt te pletter. Wat hebben wij dan te vertellen? Waarom worden onze jongens en meisjes tegenwoordig op vredesmissie gestuurd? Waarom? Wat hebben wij te zoeken in die landen? En die jongens en meisjes die terugkomen, die zijn getraumatiseerd. Ik weet dat. Ik heb een nacht doorgebracht in wat ze dan noemen een legertent. En daar lag ik dan onder een stuk tentzeil. Dat was een behoorlijk stukje zeil trouwens. En daar lagen acht mannen of zo. Ik heb me nog nooit zo veilig gevoeld. We sliepen gewoon buiten. Acht mannen, die, die kunnen van want hoor. We hadden dus geen muur of helemaal niks, alleen maar een stuk tentzeil. Niet eens een rechtopstaand zeil, nee, alleen een afdakje, meer niet. Een stuk tentzeil, vier touwen en iedereen had een slaapzak bij zich en een matje. Ik ook. En die jongen die naast mij lag, die probeerde te slapen en die kon helemaal niet slapen. Hij zei: Nee, ik kan bijna niet slapen. Ik heb een PTSD of zo, of PTSS. Het is al heel lang dat ik niet kan slapen. Ja, dat is niet zo mooi, jongen. Nee. En wat die jongen allemaal, ik, hij heeft het er niet over gehad. Hoor. Maar hij kwam dus terug van vredesmissie, zul maar zeggen. En toen kon hij niet meer slapen. Nee. Dus wat hebben wij te zeggen hier in Nederland? Dit zijn hele ernstige dingen. Communisme, fascisme, democratie, één pot nat van één en dezelfde misère. Hij wordt geregeerd door een clubje wat achter de schermen de, de kaarten aan het verdelen is. Net als in communistisch Rusland. Net als in communistisch China. Net als in het fascistische Duitsland. En net als in het fascistische Italië. En you believe me dat het onder Franco in Spanje geen H beter was, hoor. Dus wat zul je nou te zeggen dat we hier in een de democratie leven? Dat is helemaal niet zo. En mijn dochter had dan gestemd op GroenLinks. Nou, GroenLinks, dat is de partij van Paul Roosemuller. En Paul Roosemuller is een grote fan van Mao Tse-tung. En Mao Tse-tung heeft tijdens de Culturele Revolutie 50 miljoen Chinezen laten opbrengen. Ja, dat is een vriend van het volk, dacht ik. hè? En Paul Roosemuller, oh, een hele geweldige man. Wat een goed staatsman. Tja. Ja, dat je het even weet. Iemand als Jan zal te Laken in het pak. Die man is niet te vertrouwen. Wim Kok was degene die de luchtsteun voor Srebrenica, voor onze jongens, hij heeft die luchtsteun afgeblazen. Hij heeft onze jongens daar met anderhalve proppen schieter het op laten nemen tegen een uitermate goed bewapende Servische legereenheid. Nou, Servië gold als één, was op de. Die stond in de top 10 van landen met het meest best uitgeruste leger. Echt goed georganiseerd, een goede spullen en zo. Ja, en dan ga je dus mensen laten aanvallen vanuit jouw enclave. En dat gebeurde dus s nachts. konden de jongens niks aan doen van Dutchbad. En dan worden die Serviërs boos, ja, die komen niet aan met uh, een doos Kleenex. Wat mogen we hier komen huilen? Die komen natuurlijk met wapens, man. En wat hadden onze jongens? Een paar Browning-pistolen en een verdwaalde Oezie, had je het gehad? Ik ken het verhaal van een jongen, een jonge man. Ik moet gaan kappen, hè, maar een jonge man. En die komt uit Suriname. Die heeft toen een training gekregen in Schaarsbergen, dat is hier in Arnhem. En leren pief paf poeven. Die is vervolgens teruggegaan met een vliegtuig, met de boot. En die heeft gevochten voor Bouterse. Tegen Ronnie van Brunswijk. Dat is dus na de onafhankelijkheid van Suriname. Lijkt mij. Of niet? Die jongen is hier in Nederland getraind. Nou, hij heeft daar. Uh, hij wilde niet veel over vertellen. Uh, en hij heeft. Ja, hij, nou, zijn gezicht. straalt verdriet uit. En moedeloosheid. Ja, verslagenheid moet je zeggen. Hij straalt verslagenheid uit. Die jongen weet niet waar hij het zoeken moet. Die woonde gelukkig ooit in Suriname. Die werd iets aangeboden van, nou jongen, dan krijg je een training in Nederland. En nou, dh, 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 allemaal verzorgde reizen. Ja. En dan kwam hij terug in Suriname en even later liep hij in de bush met een Oeshi en een browning. Nou zeg, die was wel handig, want die, die kogels uit die Oeshi, die pasten ook in je browning je had maar één soort munitie nodig, munitie. En voor de rest was het landgenoten voor de kopknallen. En waarom? Om de cocaïnehandel van uh, bouters te beschermen. Wat hebben wij te vertellen? En die jongen ernstig getraumatiseerd, die zit al sinds jaren dag hier in, in Arnhem en omstreken en. Uh, ja, die werkt niet. Die krijgt een uitkering. En ik gun het die jongen van harte. Maar zo hoort het niet te zijn. Wij horen geen mensen op te leiden die vervolgens namens Daisy Bouterse gaan lopen pief-paf-poeven tegen de mannen van Ronnie van Brunswijk. Dat hoort al niet zo te zijn. Snap je? En daarom hebben wij niks te vertellen hier in Nederland. Nou, en dan zeg ik op zijn hamburgers: tjus. En dag, arme mensen, die leven in een democratie.